Ja, maar een luchtballon is levensgevaarlijk. Het kan levensgevaarlijk zijn. En dat wist ik al voordat ik naar Afrika ging, moet ik eerlijk zeggen. Want een paar jaar geleden was in Brabant, was een echtpaar. Die waren 25 jaar getrouwd. En die wilden daar heel groots gaan vieren. Want 12,5 jaar hadden ze niet zoveel aan gedaan. Want toen hadden ze een beetje problemen gehad. Maar hij was inmiddels terug. En ja, secretaresse was dood. En ja, of heel dik geworden. En of een combinatie. En dus hij was terug. Dus ze waren hartstikke blij. En de 25 jaar dachten ze, nou, dan gaan we echt. Dan gaan we het eens op de kaart zetten. Dus ze hadden echt een heel grote zaal. Hubert van der Valk. En ze hadden iedereen uitgenodigd die ze kende. En ze hadden in die 25 jaar zo kinderen gekregen. En die kinderen hadden die datum natuurlijk ook aanzien komen. Dus hadden ze geld bij elkaar gelegd, elke week een beetje, om echt een mooi cadeau te kopen. En ze wisten, een groot wens van die ouders was om een keer mee een luchtballon mee te gaan. Hadden die kinderen hadden van bananendoos of zo, hadden ze een hele grote check gemaakt. En hadden ze opgezet, te goed bom voor een keer mee een luchtballon mee. Toen was het feest. En toen op het hoogtepunt van het feest. Net voor het hoogtepunt. Daar werd het hoogtepunt. Dus net voor het hoogtepunt kwam die oudste zoon. Die zei, pap, mam, komen jullie eventjes naar voren. Wij hebben een cadeau wat we willen aanbieden. Nou, die vader die was er meteen, weet je wel. Die moeder die liep moeilijk. Dus, die was er ook eindelijk. En toen zei de kinder, pap, mam, om jullie te feliciteren met jullie 25 jaar. En omdat we toen met 12,5 niks hebben gedaan, heb ik weer een extra groot cadeau. Hier een tegoedbon voor gratis een keer mijn luchtballon mee. Oh, zeiden die ouders, dat was onze grootste wens. Hoe wisten jullie dat? Ja, dat wisten we. Nou, ja, een beetje anticlimax. En toen zeiden die kinderen, aan als jullie dan gaan, 's ochtends dan gaan we met jullie mee, dat is leuk. Nou, niet mee, maar gaan we mee uitzwaaien, want we gaan niet echt mee naar boven, maar we gaan mee uitzwaaien, dat vinden we leuk. Nou, dat was afgesproken. Dus die ochtend brak aan en die ouders werden in het bandje gezet, samen met de piloot. Ja, daar gaat altijd een piloot mee. Dus met z'n drie, dus die ouders met de piloot en die kinderen staan erbij. En die staan uit te zwaaien. Dag pap, dag mam, en nog gefeliciteerd met het 25 jaar trouwen. En die ouders die waren gelukkig. Oh, kinderen toch? Dit is zo'n mooi cadeau. Dit is misschien wel de mooiste dag van ons leven. En ze zijn weg. En ze zijn weg. Ze zijn denk ik nog maar een kwartiertje in de lucht. Zegt die piloot ineens. Er komt heel slecht weer aan. Ach, het is al hier. Ja. Ja, dat kan snel gaan, hè. Zegt die piloot, vergeet ik nog te zeggen, dat is niet zo'n heel goed nieuws, slecht weer, omdat wij onder een ballon hangen. Dus helaas moet ik de reis gaan afbreken en helaas geven wij ook geen geld terug. Dus ik ga nu met de ballon naar beneden varen. Dat kan ik al wel vast voorspellen, zei die piloot. Dat wordt een hele moeilijke landing. Waarschijnlijk klappen we met het mandje keihard op de grond. Dan gaan we met het mandje over de grond schurken. En als ik dan ja zeg, dan moeten we er alle drie tegelijk uitspringen. Nou, dat was afgesproken. Maar die piloot had niks te veel gezegd. Het was inderdaad een keiharde klap op de grond. En ze beginnen lekker te schurken met het mandje. En die piloot zegt ja. En ze springen er alle drie tegelijk uit. Maar die vrouw, 25 jaar getrouwd, iets minder snel. En omdat die mannen eruit zijn, verliest het gewicht, schiet weer omhoog. Die vrouw durft niet loslaten. Uiteindelijk valt ze dood neer. Oh, we hebben jullie van de kinderen gekregen. Ja, de. Oh, 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 oh. Er zijn natuurlijk ook geen leuke foto's geworden. Oeh, die is bewogen. Oh.